Is it possible that I have an aircraft on my 12 o'clock position about 4,000 feet high? Oh, that's possible. It should be 5,000 feet higher then. Okay, thank you. See niks. Totaal niks. Nou ja. Nou, ik hoop dat het verkeersman was, maar zo versleept. Dat zie ik niet zo. Nou, vanuit het noord komen, dan gaat hij eerst hoog en dan komt hij naar beneden. Heeft geen SSR. Wie heeft geen SSR? Die jaren sleept. Huh? Nou, vertel eens, de speaker 1, kon je te maken niks voor de volstop. Nou, vertel. Maar het is wel gek dat hij een 90 graden turn hebt gemaakt. Heeft die kist een 90 graden turn gemaakt? Maar, en nou kijk ik, en nou zie ik hem van koers veranderd. Nou maak je weer een turn volgens mij, want ik zie hem in één keer veel wat branden. En tel hij return to Cherokee, ik ben even een beetje afgeleid nu. Ik zal hem even serieus inzetten. Oké. Okay. Sterker nog, het worden twee lampjes. Ik vind dit gek hoor. Dat is die grote... Ja, dit is echt heel gek. Twee lampjes achter elkaar op 2 mijl afstand. Dat is gek. En in wat voor richting moet ik dat zoeken? Nou, het zit nu op mijn 180 belling. En niet ik vind dit is heel raar. Laten we even kijken dan. Ja, dan draai ik even over de andere kant. Dit is raar. Precies, maar er is ook al een of andere satelliet in het oosten die knippert en stijgt en zo. We willen zo dichterbij, is er ergens boven Ekkerlima? Nee hoor, niks. Nee. Maar als het helder is, kijk maar eens in de richting. Je zal denken dat ik gek ben, maar één lampje wordt nou weer minder veel. Dan zie je ook zoiets, daar hebben we van de week met de verrekijker naar zitten kijken. Dan zie je een paar lampjes, dan zie je er eentje, een hele felle en dan weer een paar. Dat is volgens mij een of andere satelliet die ze nu nog stilstaat aan. Sterk nog, ze zijn bijna. Knot eens? Ja, je zal denken dat ik gek ben hoor, maar nou zie ik nog maar één lampje. Dat ene lampje dat ging er als een haas vandoor en dat gaat uit. UFO's. Huh? UFO's. Ja, nee, nou even helemaal dollen. Jij weet wat het is? Geen idee, ik vermoed namelijk dat het een satelliet is. Ja, dat zijn lage satellietjes dan. Ah, maar hier verkijk je erop hoor, in donker. Vind je het goed als ik heen vlieg? Prima, ga maar kijken. De planen wat in de nacht zitten boren, maar dit heb ik nog nooit gezien hoor. Nou, zeg eens op de radar, zien wij ook niks. Ja, maar nou zal die lekker worden. Ik zie toch de sterren veel hoger erboven. Ja. En satellieten, maken die een 130 graden turn? Lijkt me sterk. Dat wou ik zeggen. Is het militair verkeer? Want volgens mij zie ik het wel wat knipperen. We zijn even bellen met de militair als ze dat wat hebben. Jawel. Niks te zien. Helemaal niks? Niks. Wat voor koers zit je nou, Wim? Ik heb nu 180 en ik heb het op mijn ene 1 o'clock position, maar het gaat nou stijgen en maak een andere koers. Dat is een vliegtuig. Maar wel gek dat die rondjes zitten draaien. Ja, en het gek is dat we op de radar helemaal niks zien. Ook primair niet. Nou, hij is nou bijna weg en ik zie het knipperen. Ik ga terug met Cherokee, maar wat ik gezien heb, waren twee vliegende voorwerpen. En die zaten hier een 130 graden turn te maken. Die ging even gedompt te snel. Ik ben het nou kwijt uitzicht, maar ik begin te twijfelen aan UFO's. Wat zal ik jou vertellen? Ik heb nog wel een paar leuke boeken voor je. Hè? Ik heb nog wel een paar leuke boeken voor je. Nee, laat maar zitten. Nou, ik mag sterren voor, maar ik heb nog nooit dit soort meldingen gemaakt. Ik ben niet achterlijk. Dit is gek. En wat voor hoogte schat jij en hoe ver weg? Nou, om te beginnen, het kwam dus eerst kwam het dus vanaf rechts zetten. En ik had het idee dat het op 4000 voet zat, zoiets dergelijks. En toen op een gegeven moment maakte het, dus ik zit even niet op te letten, gaat het andere kant op, 130 graden turn, wat ik zeg. Het blijft langzaam stil hangen een beetje en in één keer gaat één lampje langzaam uit, nou, in richting naar beneden. Het andere lampje, dat is in tijd van de poep en de scheet uitdood. Ik zie nou twee primaire dingen op zijn 2:05. Nou echt, ja, ik zie dit raar. Nou, we zitten even aan de radar te kijken. 2:05. Kijk daar eens. Dat zijn twee primaire blipjes en die hebben een koers nou 2:30 ongeveer. Twee primaire blipjes hebben een koersje 2:30 volgens de radar. Nou, draai nu naar Stadskanaal. Ja, nou ja, dat valt allemaal.